Yu-Gi-Oh! Is een van de moeilijkste TCG-series om erin te komen, met pendulummonsters, linkmonsters en termen die niet eens in de regels vermeld staan. Hoe bedoel je, ik heb mijn timing gemist? Maar was dit altijd het geval? Of was de game vroeger makkelijker? In deze serie openen Nando en ik 24 packs, of één box, van een Yu-Gi-Oh! Core Booster Pack, beginnend van Legend of Blue Eyes tot en met Blazing Vortex. Iedere aflevering duelleren met de kaarten die we hebben geunboxed van die set, in een best out of 3 match. Zowel de winnaar als de verliezer krijgen de mogelijkheid om hun deck te verbeteren aan het eind van iedere match, door middel van de tournament, reprint of andere niet-core sets open te maken van die tijd. Of door gebruik te maken van de roulette wheel van Rarity. Daarnaast is er een equalizer in het spel die ingezet kan worden in geval van win of lose streaks. Iedere aflevering openen wij de volgende set in chronologische volgorde om zo ons deck te blijven verbeteren en te moderniseren. Welkom iedereen bij de Yu-Gi-Oh! Evolutie Exhibitie Serie. Ja, we eindigen de Xyz era niet met een haai of een draak of iets wat ooit in de buurt is gekomen van wat we al spelen. Hier heb je nummer 72, Shogi Rook. Ja, ik heb hier nog steeds geen idee van wat dit is. Lijkt op Shogi, maar voor de rest... typische nummerkaart, je hebt niks aan. Maar ja, voor de rest... hij kan een spel en een face-up monster poppen. Maar alle battle damage wordt er wel gehalveerd voor de rest van de beurt. Je kan zeggen... Oké. Ik zeg gewoon van nee, je speelt deze niet. Maar ja, daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier voor Primal Origin uitgekomen. 16 mei 2014. Geef het tijd. Langzaam zeker komen we zo dicht in de buurt dat je echt afvraagt van waar is de tijd naartoe gegaan. Deze set introduceerde de... hoe heet ze ook weer? De... artifacts. Dat waren ze. Ze hebben de namen die overeenkomen met... legendarische wapens en schilden. Dus daarom dacht ik van... ja, het is... de archetype Aegis. En dat klopt niet. Maar ja, de artifacts, wat support rondom galaxy kaarten, support rondom numbers, meer Bujin kaarten en een gladiator beast. Ja, die stoppen ze ook maar gewoon waar ze willen. Nou ja, we beginnen maar met nummer C107, kan meerdere keren aanvallen. En kan anders negator wat op het veld is. Mooi, maar het is een beetje win more. Nou, wat Phantom Fortress kaarten. Want het is Phantom Fortress, niet Mega Phantom. Nou, Galaxy Tyranno is oké. Okay. Wat Gladiator Beast support, waarvan ik nog steeds denk van wat de fuck doet het hier. Galaxy Eyes Prime Photon Dragon, 2 level 8. Beetje hetzelfde idee als Galaxy Eyes Photon Dragon. Nog een Mega Monarch. Nou, 100-footed horror is een beetje hetzelfde idee als Fusilier, de dual mode beast. Galaxy Tomahawk, forbidden. Heeft het te maken met het feit dat je tokens kan summonen? Ja. Wat Sylvans, wat Vampires, wat Hazy Flame support. Dark World support uit het niets. Oké. Okay. Majesty's Fiend. Geen monster effects. Nou, artifacts, hun gimmick is, je zet ze in de spel een trapcard zone. Worden ze kapot gemaakt, dan worden ze special summoned. En hebben dan bepaalde effecten. Nou, sommige zijn oké, sommige zijn prima. Bijvoorbeeld Sight is de belangrijkste. If this card is special summoned during your opponent's turn, your opponent cannot special summon monsters from the extra deck for the rest of this turn. Je kan nagaan dat dit best sterk is. Shark. Ja, ze waren opeens zo van, oh ja, we hebben nog een paar nummerkaarten die Chaos versies nodig moeten hebben. Maar Battling Boxers, Bujins, Cairn Gorgon, de Anti-Luminescent Knight, kan effecten naar andere targets sturen. Interessant idee, volgens mij moet hij Zirconia voorstellen. Ja, dit was nog steeds rond de era waarin ze bepaalde kaarten omdraaien of evil maken. Galaxy Dragon, Gimmick Puppets, weer een Dolce kaart.
eigenlijk de beste Dolce kaart die er is, maar het is ultra rare. Photon Pulse Dragon is voor extra tuning. Declare a level from 1 to 3, becomes the level. En dan kan je Synchros gaan summonen. Trap Trick CW. De beste kaart in deze set, Bolt Pinguin. Wie verzint dit? Ik weet, we hebben Swordsman from a Distant Land ook al gehad, maar dit begint wel heel erg te worden. Ghost Tricks, wat nummerkaarten. Shogi Knight. Maar geen level 6 dus, oké. Okay. Weer wat Battling Boxes, Ghost Trick Cutibus. Nou, weer een bandkaart, Umbral Horror, Wereld Sylvans. En dan gaan we naar de spells en traps. Don Thousand's Throne is puur alleen omdat Don Thousand een ding was. Jackpot 7. If 3 of your Jackpot 7 are currently banished and were all banished by this effect, you win the duel. Dit is zo dom. Dit is zo dom. Maar het is zo... Als je dit kan triggeren is het zo leuk. Maar dit ga je zelden krijgen. Rank Up Magic. Scraps. Opeens zo van, ja, scraps hebben iets nodig. Ik zit zo van, nee, hebben ze niet. Artifacts. Pugins. Sylvans. En weer wat Monarch support. Ja, het is... een rare set. En zitten wel kaarten in waarvan je denkt van, wauw. Hier kunnen we wat mee. Maar je verwacht een beetje een knal. A la... ja, GX heeft nog steeds de beste twee laatste sets. Phantom Darkness en Light of Destruction. Maar dat is gewoon boom. Voordat alles was oké of heel slecht. En hier was het boom, klaar, succes. Dit voelt... artifacts zijn wel sterk, maar het zijn alleen maar artifacts. Nou ja, we zullen zien. 24 packs. Let's go. Trap tricks. Nee. Nee. Photon Pulse is op zich een hele mooie om nu te hebben. Ga ik ooit terug naar mijn Synchro Spam deck? Ja, wie weet. Het is 4 en het op zich... Kijk, dat ik terug ga betekent niet dat ik een playset nodig heb, hè? Formula is nog steeds de mooiste. Lucent, nou, hetzelfde idee. Ik ga waarschijnlijk nooit meer terug naar Dark World, of tenminste niet pure Dark World. The Randall is nice. Caduceus. Celcutibus. Ghost Rare Amaterasu. Kom op jongens, geef me nog... Dank u, Hirume. Ik heb echt geluk gehad met alle Bujins. Maar ja, ik denk dat ook deels komt door het feit dat ik geluk heb met de Ghost. Want als ze in dezelfde slot zouden zijn geweest, zoals bij de Ultra Rare of bij de Secret Rare, dat het wat moeilijker was geweest. Maar ik heb geluk dat ze telkens in een Ghost of in een andere zaten. En Ghost staat een beetje los van het hele... principe. Dus laten we even kijken. We hebben een paar Galaxy Tomahawks. Een paar Ghost Tricks. Artifact Durandal, wat op zich heel nice is, maar ik heb geen site gezien. Kan je het spelen zonder site? Ja. Is het net zo sterk? Nee. Voor de rest nog iets. Nee, volgens mij, als ik ook zo kijk... Ik heb wel hier room mee, maar ik zie geen... andere res. Slot. Ik zie geen Ragnar Zero, ik zie geen... dingen, dus... Misschien de volgende keer niet focussen op één archetype en hopelijk een pool. Misschien worden mijn pools dan iets beter. Maar ja, ik zie jullie zo meteen met mijn deck. We zaten zo dichtbij. Al gewoon twee verliezen achter elkaar. Weet je, ik was de smaak van verliezen alweer een beetje vergeten. En nu is het keihard gewoon teruggekomen. Eigenlijk keihard gebashed.
Vandaag is eigenlijk de laatste pack van de Xyz era Primal Origin. Hopelijk krijgen we wat leuks eruit. Ik zag dat er weer een water Xyz kaart erin zat. En dat is zeker poggers. En het eerste wat ik krijg is Don Thousand Throne. Dat was wel een rare die ik in mijn ooghoek had. Maar Monarchs Erupt. En dan gaan we voor deze natuurlijk heel kort checken. To the number of times you took damage this turn. Dit is een spelkaart die blijft staan. Met een number monster you control is targeted for an attack. Except number C monsters you can send this card to the graveyard. Negate and then special summon from your extra deck a number C. With the same number in its name as that number you control. By using it as an Xyz material. Nou ja, dit is nog handig, want ik heb number C Shark Drake. Goed, dan hebben we Monarchs. Wat is dit? Yeah. And control tribute summon monster negate the effects of all face up monsters while those monsters are face up on the field. If you control send this card to the graveyard. Dus dit is echt voor zo'n tribute summon deck. Maar ja, het ding is, je kan daar niet echt op focussen. Requiem Berserk? Nee. Asian Gearbox is wel goed voor machines. Ik zag dat de artifacts in deze set zaten. Nou, daar heb ik helemaal niks aan. Blizzard Thunderbird was redelijk, dacht ik. Ja, dan moet je Winged Beast monsters hebben. En dan eigenlijk Water, maar je kan volgens mij niet Blizzard Thunderbird terughalen. Maar dat is best wel ziek, want het is een ruil voor het special summonen van twee monsters. Dat is aardig. Phantom Fortress. Hupplepup. Oh god, we hebben er nog een keer Rank Up Magic. Shit. For your normal draw in your draw phase, reveal it. Keep it revealed until the start of the main phase. At the start of the... You can special or graveyard one monster that has a number between number 101 and number 107. Oké. Ik weet niet of ik dat heb. Ik weet ook niet of dat heel goed is. Oeh. Mermaid Shark. A Shadow Leech. Dat is een nummer 3. You can detach special summon a phantom token. Your opponent cannot target this card for attacks. This card gains fire for each phantom token. Oké, dus het is om zichzelf een beetje te redden. You can add a level 3, 4 of 5 fish type monster from your deck to your hand. Oké, dus het is een beetje een opoffering ding. Alleen ja, het is niet zo sterk. Galaxy Dragon heeft met Photon Eyes te maken. Nog een Mermaid Shark. Een artifact. Weer een ultra rare. Nou ja, ik denk dat we de ultra rares nu wel kunnen vergeten. Het is wel grappig dat we dat allemaal in het begin hebben. Oh, nog een super rare. Volgens mij heb ik wel veel geluk. Maar ja, ik krijg niet de juiste kaarten. Je kan immediately tribute summon one monster. Oké, maar dan offer ik. Dan moet ik zeker een monster van mezelf offeren. Ik weet niet of dat zo handig is. Gladiator Beast staat er ook weer in, inderdaad. Of in ieder geval één. No Penguin was niet zo goed. Is een beetje hetzelfde. Galaxy Tyranno. Manipulator of Souls. Maar dan moet je Dark hebben. Oké. Bountuna Fall Princess. Je kunt banish this card. Special summon a level 4 lower fit from a deck. Nou ja, dit is meer om je deck weer te ruimen. Nou ja, als je fish hebt, dan is dit wel handig. Of nou ja, meerdere fish. Zoals Mermaid Shark. En dat is wanneer die is normal en special. Oh, het is alleen als je normal. Dus dan heb je niet veel aan. Number 42 Galaxy Tomahawk. Oké. Rose Arch. Ja, dit, ik weet niet. Zitten er goede rares in?
denk niet. High Manipulator of Chaos. You can make a second turn with this. See, special summon a manipulator token. When its attack each become equal to half the opponent's current life points. Redelijk goed, alleen je hebt 4 Dark Monsters nodig. Of je moet een rank-up kaart gebruiken en je moet dan die number 42 nog een keer Dawn Thousand Throne. Nou ja, maar ik heb er maar 1 nodig op zich. Scrap Factory, Dawn Knight. Weer Escalation of the Monarchs. Oh god. Dit is niet wat ik wilde. Weer een ultra rare, maar weer de verkeerde. Sylvan Charity. Draw if you have a Sylvan card, reveal 2 cards from your hand, including at least one. Then place them on top of it. In other words, reveal your entire. Then place it on top of it. You can only act. What the fuck? Okay. Dus het is een beetje dik ordenen. Nou ja, dit is weer compleet shite eigenlijk. Alleen die Double Dragon even checken. Special Summon Light Dragon type Xyz voor mijn extra deck. In de attack. Oké. Nou ja, dat is nog wel een goede trap card als je opponent Xyz gebruikt. Maar ja. Het zijn niet de Xyz kaarten die ik wilde. En hoe je het went of keert, ik denk dat ik voor het rad moet gaan na deze match. Of ik nou win of verlies. Nou ja, dat is wel goed om te weten. Maar ja, we moeten het hiermee doen. Nou ja, we gaan het anders aanpakken vandaag. Ik laat even zien wat we vandaag gaan spelen. Ja, ik had gezegd, 1 keer komt de Bujin. Welkom bij Bujin. Bujin, Irume, Mikazuchi, Yamato en Arasuda. Alexis, Jazz, Jaden en Bastion. En voor de rest de Bujin Core waar ik nog extra heb. Ja, ik kan heel diep op ingaan, maar uiteindelijk is dit de bedoeling van het deck. Alle beasts in het graf krijgen, dus Turtle, Hare, Centipede en Boar. Alle vogels in de hand houden, zoals Crow en Crane. En voor de rest maar proberen mijn hand vol te krijgen. Dus daarom zitten ook 2 Brotherhood of the Five Fist Gorilla's voor 5 met een tanky. En het zijn 2 Beast Warriors, dus ik kan ook in Kagutsuchi gaan. Of als ik wel 2 hiervan heb en ik kan ze nog in leven houden door een Threatening Roar, kan ik in een Tiger King gaan en alsnog een tanky halen. Voor de rest, Maxi effect vele instant fusion, want merendeel van het alles is allemaal 4. Nou, Carbonale Warrior. Dan heb je Bujin Unity. Dat is een beetje moeilijker, want ik moet deze poelen en het is echt letterlijk een last resort kaart. Voor de rest is het gewoon een discard kaart. Dit is Cold Wave. Mind Control is leuk. En een beetje de standaard crap. Keizer Colosseum hebben wij nooit echt gebruikt, maar werkt als volgt. If there's one or more monster on the field of the controller of this card, his or her opponent cannot place a monster on the field if his or her number of monsters would exceed the number of monsters that are on the field of this card's controller. The cards that are already on the field before this card's activations are unaffected by this effect. Heel simpel, als ik maar alleen maar Yamato op het veld heeft en Nando heeft iets als een... die wil misschien Blackwing spelen of misschien Mermail of iets anders, dan kan hij maar 1 monster summonen, want ik heb ook maar 1 monster op het veld. Waarom doe ik dit? Voornamelijk vanwege dingen zoals Constellar Omega of Kagutsuchi. Hij kan hier niet overheen, dus hij kan ook niet extra gaan summonen. En deze kaart was nog niet geband, dus ja. Voor de rest Regalia om dingen te searchen, Trapstun en Vanity Emptiness. Vanity Emptiness samen met Keizer Colosseum is gewoon heel erg leuk. Sideset, niks speciaals. Ik heb wel een Leo, de Keeper of the Sacred Tree. Hij is heel moeilijk om te summonen. Want hij is level 10. Ik heb maar 1 tuner in het deck, Effect Veiler. En ik heb alleen maar bij me vanwege het feit dat ik ding kan negaten. Maar als het me lukt, kan ik met een 1, een 4 en een Ojama Knight, kan ik in Leo. En in dit tempo
van hoe wij de games nu spelen, kan ze wat niks over Leo. Except doing a main phase 2. Nou, voor de rest, iedere Bujin. Watering 4 crap. Een extra centipede als Nando heel veel spelremover gaat spelen. Dit is voor later. En dat is het. Dus ja, we zullen zien. Ik zie je zo meteen bij het doel. Een hele snelle transitie. Ja, we gaan weer terug naar het waterdek. We hebben het een en ander aangepast. Mede dankzij de anniversary pack. Die we van jullie kregen. Wat wel heel erg grappig was. Ja, en er zijn wat dingen toegevoegd. Wat dingen eruit gehaald. Nou, en ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. We beginnen met de Giga Gaga Gigo. Een oude favorite. Het is gewoon sterk. Het werkt met de Legendary Ocean. Dus ja, vandaar. Levia Dragon kennen we. Dan hebben we nu Abyss Megalo. Ja, redelijk sterke kaart. Het is een beetje een Monarch. Qua level. Alleen je hebt een andere summon conditie. En dat is namelijk door twee waterkaarten discarden. Dat is dan handig om te doen. Om kaarten met effecten te hebben die te maken hebben met discarden. Daar komen we zo op. Mega Seed Dragon Plesion kennen we wel. Warrior of Atlantis kennen we al. Dan hebben we nu iets nieuws. Atlantean Dragoons. Het voordeel is, als dit op het veld is, dan kunnen alle level 3 gewoon iemand direct aanvallen. En als deze naar het graf wordt gestuurd, om een water monsters effect te laten werken, dan kan ik een Sea Serpent van mijn deck naar mijn hand halen. Nou ja, dit werkt best wel goed met Abyss Megalo. Vandaar, nou ja, Hammer Shark kennen we. Mermail Abyss Sturge. Werkt ook in principe als ik deze discard. Nou, Bisslung is gewoon vanwege de defense en de boost in de attack redelijk handig. Abysskunde werkt hetzelfde met Atlantean Dragoon. Ja, of met Abyss Megalo bedoel ik. En dan hebben we Abyss Hilde. En dat werkt in principe hetzelfde. Als die naar het graf wordt gestuurd. En ik denk dat dat eigenlijk meer de bedoeling was met de Mermail deck. Dus vandaar. Instant Fusion kennen we. Giant Runate, Pot of Greed, Lightning Vortex, Sword of Revealing Light, Terraforming, Painful Choice. Dat zou in principe ook voor deze kaarten moeten werken. Salvage, Premature Burial. Dan hebben we één kopie van de Legendary Ocean. Één kopie van Lemuria, The Forgotten City. En één Umiruka. Ik heb er één Legendary Ocean heb ik in het side deck gedaan. Ja, gewoon voor die buff. Omdat dit best wel zwakke watermonsters zijn. En misschien heb ik de buff wel nodig. Wie weet. Dan hebben we Trapcard Poseidon Wave. Is eigenlijk een negate attack. En het doet damage tegen Jordi. Dus dat is redelijk goed. Torrential Tribute. Saku. Trapstun. Dust Tornado. Magical Cylinder. Dimensional Prison. Abyss Scorn. Abyss Strom, Abyss Sphere, Gravity Bind werkt redelijk goed met Legendary Ocean in combinatie. En omdat de meeste monsters van mij level 4 zijn, is dat nog redelijk goed te doen als ik een Legendary Ocean op het veld heb. En ja, anders moet ik ruilen. En dan hebben we nog Dark Bribe. Ik zit nu te denken, ik wil nog één kaart toevoegen in mijn side deck. Alleen moet ik het wel goed spellen, want dat is echt heel lastig. Even kijken. En daarvoor doen we Black Horn weg. En dan gaan we weer sorteren. Wat ziek idee. In het extra deck hebben we niet zoveel eigenlijk. Ik heb Fishpork heb ik eruit gehaald, dus Synchro's hebben helemaal geen nut meer. Maar ja, we hebben wel een Carbonala Warrior en een Fusionist. Die werkt met Instant Fusion voor een Xyz Summon. En in de Xyz Summon deck hebben we Number C32 Sharkdrake Vice. Die werkt met combinatie met Sharkdrake. Ik heb niet de rank-up kaart in mijn deck gedaan. Simpelweg,
Ik heb er niet echt ruimte voor. En anders moet ik mijn deck eigenlijk anders gaan maken. Zou ook kunnen, maar ja. Dan hebben we Bahamut Shark. Dankjewel, Jordi. One-Eyed Skill Gainer. Shockmaster. Redelijk goed in de tijdperk. Nooit gebruikt. Misschien dat we dit keer wel kunnen gebruiken. Geen idee. Wind-Up Zenmeister. Leviathan Dragon. Twee kopieën van Shark Caesar. Want ja, ik heb niks anders. En hij kan nog redelijk goed zijn. En Abyss Stride. Dan hebben we in het side deck Jinso, Mobius, Abyss Warrior, Marshmallow, Snow Eater. Het is niet hetzelfde als een heen-heen. Het is hetzelfde als een Man-Eater Bug. Alleen kan ik dan volgens mij kiezen welke monster. Kan nog redelijk goed zijn. Level Eater, Didicrow, Effect Failer. Big Wave, Small Wave, Guard Destruction, Graceful Charity. Ja, ook weer omdat ik kaarten in mijn graf dan kan sturen en die dan werken. Misschien dat ik die ga ruilen met Pot of Greed in de tweede match. Geen idee. We zien het wel. Brink Troll, Prohibition, tweede kopie van een Legendary Ocean en een Saku. En wie weet kunnen we weer de victory binnenhalen die dit deck eigenlijk best wel goed heeft kunnen behalen. Zonder die ene trap card. Ik weet even niet meer hoe die heet. Let's go. Nando, gaan we naar de Origin, waarin jij weer wint. Ik wil weer teruggaan naar gefeliciteerd. Happy anniversary. Nee, kan dat niet? Nee, kan niet, sorry. Ah, jammer. Dat is wel grappig. Ah, dan krijgen we weer Painful Choice. Ik ben benieuwd wat je gaat doen. Ik verwacht dat jij die Battling Boxers gaat gebruiken vandaag. Oh, die had ik zo graag willen gebruiken. Maar die heb je dus... Nee, dus... Ik heb een hele slechte Battling Boxer core. Jammer. Ik heb de Xyz. Ja. Maar ik heb bar weinig van de monsters. Oei. Dus daar kan je bar weinig mee spelen. Ja, dat is waar. Dan heb je er niet zoveel aan. Nope. Ach ja, nou ja, je moet wat, hè. Ja. Jezus, wat heb je veel kaarten in je hand. Ja. Het zijn er maar 6, maar het voelt zoveel. Ik kan er nog meer van maken als ik zou willen. Oh god. Even kijken, wat gaan wij eens doen? Nou, geen idee wat je gaat doen. Nee, eerlijk gezegd weet ik dat ook even momenteel niet. Weet je wat, we doen dit. We doen dit. Ah, je gaat gelijk al voor die. En dit. En we gaan meteen voor een Black Ship of Corn. Zet in een kaart en het is jouw beurt. Wat is dit? Deze ken ik niet. De target. Deze ken je wel. Black Ship of Corn hebben we al een tijdje gebruikt. Send it to the... Nee hoor. Oké. Die heb ik al flink tijd mee. Oh, ik heb hem nog niet gezien. Nou ja, 3 keer raden wat ik heb meegenomen. Het is of Burmeos, of het is Blackwing, of het is Dragon. Oké. Nou ja, dit zegt het al. Oh. Nou, ik mag niet special summonen. Maar ik mag wel... Nee, mag wel, maar wil je mij meer kaarten geven? Dat is de vraag. Ja, dat wil ik niet. Ik geef je Bisturge. Mhm. Zet ik er 2 neer. Ja. Yep. Battle. In die. Mhm. Ha. Oké. In your graveyard. En volgens mij mis je net de timing, dus je kan hem niet... Nee, het ging om een andere kaart, maar dat werkt dus niet. Oké, nou ja, prima. Oké. Okay. Ah, fuck it. Giant Runate. Nee, is goed. Zet ik een kaart. No more summoning turtle. Ja, met je turtle. Turtle. Oké, nou ja, dan gaan we weer. Legendary Ocean.
Een Legendary Oshan, ja. Die. En dan Normal Summoning Atlantean Dragoon. Ja. Battle. Directly. Oké. Bojin Regalia. Haal ik even een turtle naar mijn hand. En naar Anticum. Oké. Oké, activeren wij Black Ship of Khorne. Bye bye Atlantean Dragoon. Oké. Activeer ik Abyss Sphere. Mm-hmm. En dan kies ik... Eén moment. Ja, prima. Het is leuk als het altijd was voor jou en dan gelijk zeggen, je moet je was opruimen. Was die was dan van jou? Ja. Oké, dus die was van jou? Ja. Ik zoek Megalo. Ja. Dan activeer ik Bujinji Boar. Ga die mooi in verdediging. Nee. Special Summon ik Arasuda. Dan activeer ik Bujinji Centipede. Pop ik die. Welke? Die, dat is Abyss Scorn. Oké, dan mag je die naar je graf sturen. Prima, vind ik helemaal oké. Dan activeer ik Blackwing Zephyros Elite. Haal ik Arasuda weer naar mijn hand. Haal ik Blackwing deze weer naar mijn ding toe. Dan even kijken. Normal summon ik Bujinji Kagutsuchi. Heb je niet al een keer gesummoned? Wat is dit, maat? Nee, dat is Arasuda. Dat is Mikazuchi. Deze had ik net gesummoned. Ja, maar je mag toch maar één monster summonen? Wat? Ja, dat noemen we special summons, Nando. Nolgy. Oké. Dan doen we... Dagusto Emerald. Activeren wij de Gusto Emerald. Halen we deze even. Even kijken welke doen we even terug naar ons deck. Ik denk deze. Ik zet een kaart. Deze over jouw Abyss Megalo. En deze gaat je direct attacken. Mag je één ding detachen? Ja. Jammer het. Ja, ik kan niet zoveel. Ik kan één beurt overleven misschien. Mm-hmm. Attack. Main phase 2. Ik zet. En ik zet. Jambert. Ik geef het op. Oké. Ik heb niks. Tijd voor game 2. Even kijken. Hele slechte hand. Ja. Dat probleem ken ik. Doe maar die maar. Ja. Oh god. Ik zit voel is Burial. Ik zet de kaart, Jambert. Wauw, het kon natuurlijk niet erger. Nou, het kan altijd erger.
Okay. Summon Sturge. Prima, Maxi. Fuck jou. Echt. Het is een zwijn. Oké, even kijken. Even kijken, was een goede lijn. Denk dit. Mind control. Nou, vorige beurt hadden wij al Black Ship of Corn, dus nu is het tijd voor Photon Pepper Lopgetif. Jammer. Godverdomme, meen je die? Je hand zo kut. Ach, echt. Fucking hell. Kut game. Wat een kut RNG zeg. Jezus. Nou ja, je overleeft nog voor een beurt. Jammer, ga je gang. Fidesz en Kou Turtle haal ik weg. Waarom? Oh, during either. Ja, dus ook die van jou. Ik heb geen keuze. Ja, oké. Wat was je hand? Ja, Abyss Hilde en twee keer Magazine Dragon. Ja, dus keihard gebrikt. Dus de eerste keer heb ik alleen maar traps in mijn hand en de tweede keer alleen maar monsters. Ja, dan is er geen begin aan. Dan doen we het gewoon niet meer. Dan is het klaar. Ja, dat was snel. Ik had toch gezegd dat er in een van de packs GX cameo's in zitten? Ja, dat heb je verteld. Ja. Ja, de Bujin deck wat ik speel is allemaal opgebaseerd op GX. Dus die Mikazuchi en de Arasuda, die ik in de vorige duel speelde. Geheugen van een goudvis. Je hoeft alleen maar te weten, de kaarten lijken op de characters van GX. Dus Jaden Yuki, Chess Prinsen, Bastion Misawa en Alexis Rhodes. Totaal niet. Nee, ik zou je vragen voor een derde game, maar volgens mij breek je zo hard dat je daar geen één sim meer in hebt. Nee, ik heb er geen sim meer in, inderdaad. Ja. Daar ben ik gelijk klaar mee. Maar ik mag wel bannen. Mm-hmm. Ik ben Big Eye. Ja. En ik ben Maxi. Beide heel logisch. Ja, ja, want daar wil ik echt niet meer mee dealen. Daar ben ik echt klaar mee. Die Big Eye die heeft me al de vorige week... dat we twee meentjes hadden gereept. En die Maxi die vandaag. En nou ja, vorige week ook al Maxi. Dus ja. Nou ja, dat zegt toch genoeg. Maar wil je nog specifiek zijn over Big Eye? Hoe bedoel je specifiek? Nou, er is een grap in de community. En ze laat ik twee kaarten deed de Big Eye. Oh mijn god. De number Big Eye. Ja. Niet de gewone Big Eye. Ik weet wie je bedoelt, maar... Het is een grap, maar dit is eigenlijk een van de weinige kaarten die de namen delen. Nou ja, gelukkig dat ze een nummer ervoor hebben staan. Ja, klopt. Nee, maar dat is soms ook een issue geweest met dingen zoals Mindcrust en Prohibition. Ja, ik doe Big Eye. Ja, welke? Welke van de 500? Ja, de Xyz. Ja, maar ik wil het nummer precies weten. En dan krijg je van die achterlijke jury calls. Oh, die zijn er geweest. Oh mijn god. Daar zou ik echt niet blij van worden. Nee, klopt. Dus
Dat is ook de grootste dingen. Maar ja, oké. Okay. Dus Maxi en Big Eye zijn geband, duidelijk. En ja. Nou, het is het einde van het seizoen zowat. Dus wat voor structure deck ga je pakken? Nou, er waren heel veel keuzes waar ik uit kon kiezen. Maar jammer genoeg heb ik gewonnen dit seizoen. Dus ik mag maar één deck kiezen. Dus toen ben ik maar voor Saga of the Blue Eyes White Dragon gegaan. Ik weet niet. Want we hadden nog niet genoeg Blue Eyes. Ja, nou ja, en gewoon die dringend support is gewoon heerlijk. Mm-hmm. Dat te begrijpen. Ja. En jij? Okay. Nou, voor mij. Nou, ik zit op hetzelfde ding als jou. En er is heel veel Dragon support binnenkort, dus ik ga voor Dragon's Collide. Oké. Nou ja, ding is, daar zitten een paar kaarten die ik überhaupt wel wil hebben. Nou, ik heb dus Dark Flare en Light Pulsar. Bingo. Ja. En ik wil nu ook even wat extra verloren, dus twee extra decks. Ik ga voor Realm of Light, want ik heb op zich een goede Largehorn core, maar ik heb geen goede payoffs. Mm. Zegt degene die Judgment Dragon heeft, maar alsnog. Ja. Niet genoeg payoff, dus daarom voor die. En mijn laatste wordt Starter Deck Xyz Symphony. Wat is daar specifiek aan? Het is wat low rank Xyz kaarten. Dus rank 3, rank 2's. Oh, dat kan nog wel handig zijn, ja. Maar laten we heel eerlijk zijn. Als je rank 3, als je 2 3's op het veld had, wat summen je meer in deel van de tijd? Ja. Leviathan. Ja, dat is waar. Hey, je hebt wel Utopia dan. Ja, het is ook generic rank 4 support. Dus dat is op zich ook nog wel handig. Hype. Goed. Wat ga jij doen? Ga jij pack doen? Ja, of ik ga voor packs. Oké. Okay. Ik ga wat anders. Ik ga voor het Rad van Misfortuin. Oh, staat er nog iets in Primal Origin wat je graag wilde hebben? Nou, ik heb alleen maar spell en trap ultra rares gekregen. Maar ik wilde eigenlijk monsters. Dus ja. Wat ultra rares zit er nou in dan? Ik heb twee keer Escalation of the Monarchs. Hey, what the fuck, maat? Wat moet ik daarmee? Wacht even. Ik kan de Monarchs heel slecht uit elkaar halen in deze pack. Ik weet dat er mega's zijn, maar was deze of de vorige met Mobius? Hoe bedoel je? In iedere pack, volgens mij was het of één of twee packs geleden, zitten ook de Mega Monarchs erin. Nee, er zit geen Mega Monarch. Het ging om de trap card. Ik heb twee keer de trap card, Escalation of the Monarchs. En ik heb de Monarchs Erupt. Maar ja, dat wilde ik niet. Ik wilde de andere kaart. Fair. Oké, dan zien we jullie zometeen bij... Nou, eerst bij mijn pack opening, dan bij het wiel van Nando. Tot zo. Yo. Nou mensen, dit is de laatste opening voor de Xyz era. Dus laten we hopen op iets goeds. En ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat dit al 3 keer... niks wordt. Dat is pijnlijk. Maar inderdaad niks. Je zou toch zeggen dat als je zoveel packs opent, je 1 keer de goede ratios krijgt, maar je krijgt ze gewoon niet. Dus we zullen zien. Het zit altijd tegen. Ja. Oké. Wheel of Names. Nou, laten we meteen beginnen met het makkelijkste. Nando, wat wil jij heel graag vandaag? Ik wil heel graag een rare. Heel graag een rare. Dan geeft hij me niet een rare. Je moet het doen met de super. Oh mijn god, waarom? Nou, jij kan bitchen om super. Ik weet al wat ik neem. Ik neem Karn Gorgon en Teleluminescent Knight. Dat is wat ik wil. Volledig mee eens. Dat is het beste wat ik kan nemen uit de supers. Nou, discutabel. Ja, oké. Okay. Je hebt nog, omdat ik Dark World deck, kan ik Lucent nemen, maar... Nee. Er is nog een andere kaart en dat is Artifact Scythe. Nee, ik wil absoluut geen artifacts. Nee, fair. Nou ja, Karn Gorgon is over het algemeen ook iets meer generic wat je kan gebruiken. Dus ik kan gewoon dingen... retargeten, zolang het maar applicable is. Ja, let's go. Karn Gorgon in de collectie. Huts.
Hutsefluts. Dus mensen, volgende aflevering, de seizoensfinale. En wij hebben een verrassing voor jullie, maar dat zien jullie in de volgende aflevering. Tot later.